Jet Altenburg zamelt tandenborstels in voor kinderen in India. Wij vroegen haar hoe ze op het idee is gekomen. Ik was op het spoor gekomen van Medical Checks for Children, een stichting die jonge kinderen in kansarme gebieden medisch checkt. En onderdeel van het programma is dat de kinderen ook een tandenborstel krijgen. En toen dacht ik, nou, dan kan ik dat mooi doen. Dan ga ik de tandenborstels inzamelen. En waarom India? Medical Checks for Children gaat naar meerdere gebieden in de wereld. Nepal, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. En India is een van de landen waar de basiszorg nog niet zo goed geregeld is. Nu ben je al aan het inzamelen. Hoe staat het ermee? Het gaat heel goed. Ik vind het echt tof welke reacties ik allemaal krijg. Ik heb ongeveer 650 tandenborstels al. En er gaat nog een yogeschool in Arnhem gaat ook inzamelen. En er komen nog iedere dag tandenborstels via de post binnen. Dus ik hoop echt de 1000 te kunnen gaan halen. Nu is het poetsen van je tanden natuurlijk heel erg belangrijk. Maar zijn ze daar ook in India van op de hoogte? Ja, dat is dus ook wat wij ze gaan leren. De missie houdt in dat er ongeveer 150 kinderen, 1000 kinderen in één missie medisch worden gecheckt. Dus ze worden door een arts nagekeken, maar ook door een tandarts. En ze krijgen handenwasles en tandenpoetsles. En ze krijgen een tandenborstel. Ja, ik ga mee. Ik mag mee in februari. Ik heb ontzettend veel zin in. Wij gaan dus naar Calcutta, wat tegenwoordig Kolkata heet. Om kinderen te checken, maar ik hoop misschien in de toekomst vaker mee te kunnen. Het is vooral bedoeld voor kinderen, daarom heet het ook Medical Checks for Children. Want hoe vroeger je begint met de kinderen te checken, hoe meer gezondheidswinst je kunt behalen. Dus doordat we naar schooltjes gaan en de jonge kinderen checken, hebben ze de meeste gezondheidswinst. Welke tandenborstels neem jij zelf mee? Nou, ik heb hier een heleboel liggen en ik vind vooral de kleintjes het allerleukste natuurlijk. Het leuke is dat de kinderen aan het eind zelf een tandenborstel mogen uitzoeken. En ze vinden natuurlijk degene die het gekleurd zijn en met plaatjes erop het meest fantastisch. En wie zorgt voor de tandpasta? De tandpasta zorgen wij dat die op scholen aanwezig is. Dus wij nemen geen tandpasta mee, geen tubus mee, wilde ik zeggen. Omdat het gek genoeg de ervaring is dat als kinderen een tube tandpasta met een tandenborstel krijgen, dat ze stoppen met poetsen zodra die tube leeg is. En als je ze leert dat ze een tandenborstel krijgen en op school leren ze ook standaard poetsen, dan zijn ze veel eerder geneigd om zelf voor tandpasta te zorgen of in ieder geval op school te poetsen. Dus wij nemen zelf geen tandpasta mee. Als mensen tandenborstels voor jou hebben, hoe gaat het in zijn werk? Ze mogen ze opsturen naar mij, naar mijn huisadres. Dat is de Infanteriestraat 25 in Arnhem. Je kunt het ook nog even terugzoeken op Facebook. Dat is een bladzijde die heet Tandenborstels voor India. Daar staat ook het adres op vermeld. En eventueel zou je ook, als je dat liever doet, geld kunnen doneren aan de stichting zelf. En dat kun je op de site van MCC, medicalchecksforchildren.org, ook vinden.